Hey hoi, dit filmpje gaat over redoxreacties. Een kort filmpje met wat voorbeelden om een aantal veelgemaakte fouten aan je te laten zien. In de hoop natuurlijk dat je die op je toets of examen niet fout gaat doen. Bij een redoxreactie neemt een oxidator elektronen op. In een halve reactie staan de elektronen dan links. En bij een reductor staan de elektronen rechts. Want een reductor staat elektronen af. In een halve reactie staan dus altijd elektronen. In een totaalreactie of redoxreactie niet. En let even op dat de totale lading links van de pijl en de totale lading rechts van de pijl aan elkaar gelijk zijn. Of je nou een halve reactie of een hele reactie hebt. Een voorbeeld, de reactie waarbij aluminium reageert met chloor tot aluminiumchloride. Aluminium is een metaal, er staat verder niets iets achter, het is één ding. En dan is het gewoon niet geladen, dus gewoon Al. Chloor is Cl2, een van de tweelingen. En het wordt samen aluminiumchloride. Daarin hebben we dus aluminium-ionen en chloride-ionen. Chloride is Cl-. Nou, je moet kunnen uitleggen of dat een redoxreactie is of niet. Als dat de vraag is, kijk je naar de deeltjes of die van lading veranderen. Kijk naar aluminium, dan is dat voor de pijl niet geladen. En na de pijl is het 3+ geladen. Dus het verandert van lading. Het staat elektronen af om van 0 naar 3+ te gaan. En het reageert dus als reductor. Nou, moet er ook een oxidator zijn, dat is chloor. Want chloor heeft voor de pijl geen lading. Het is 2 keer Cl zonder lading hierin. En na de pijl wordt het Cl-. Chloor neemt dus elektronen op en reageert als oxidator. En de conclusie is dat dit een redoxreactie is. Als je zo'n vraag krijgt, niet iets zeggen als er is elektroonoverdracht. Dat is wel zo. Maar je moet ook zeggen van welk deeltje naar welk deeltje. Dus aluminium staat elektronen af en chloor neemt ze op. Dan een voorbeeld van een reactie waarbij je de halfreacties in BINAS of Science Data moet opzoeken en daar een redoxreactie van moet maken. Een voorbeeld is methanol, een zwavelzuuroplossing en zuurstof. En de vraag is dan, wat is de halfreactie van de oxidator en welke is van de reductor en wat wordt de totale reactie? Dan ga ik eerst noteren welke deeltjes ik aanwezig heb, maar dan in formuletaal. Nou, methanol die is gegeven. In een zwavelzuuroplossing zit natuurlijk water. En het zwavelzuur is niet H2SO4, maar dat is uit elkaar gevallen in H+ en SO4-2-. En dan hebben we nog zuurstof O2. Nou, dan begin je boven in de BINAS of Science Data tabel met te zoeken naar de oxidator die het sterkst is. En dan moet je er wel voor zorgen dat alle deeltjes die daar links van de pijl staan aanwezig zijn. Nou, we komen deze als eerste tegen. O2 en 4H+ en 4-min wordt 2 keer water. Die H+ mag je alleen maar gebruiken als er zuur milieu is. En daar zorgt het zwavelzuur in dit geval voor. De reductor, daar begin je onderaan. Daarin staat de sterkste reductor. En de eerste die we dan tegenkomen is deze. En de halfreactie die in BINAS of Science Data staat, die moet je even omkeren. Dus in die tabel staat H2CO en H2O aan de rechterkant. En hier zetten we het links. Nou, dan moet je ze gaan optellen. Nou, voor ik ze optel moeten de elektronen even gelijk gemaakt worden aan elkaar. En als ik de onderste halve reactie keer 2 doe, dan komen hier 4 elektronen te staan en daar ook 4. Dus ik heb alle dingen die er staan, de coëfficiënten, keer 2 gedaan. En nu kan ik ze optellen. Dan komt er dit uit. Dus alles wat links van de pijl staat, behalve de elektronen, staat hier ook links. En alles wat rechts staat, staat er ook rechts. Maar dan moet ik even kijken of ik nog dingen kan wegstrepen. Er staat hier aan beide kanten 4H+ en aan beide kanten 2H. Dat betekent dat ik die 4H+ en die 2H2O tegen elkaar ga wegstrepen. En dan komt deze totale vergelijking eruit. Controleer even of die klopt en ook of de lading aan beide kanten hetzelfde is. Dat klopt wel. Nou, hier kwam het mooi uit dat ik 4H+ tegen 4H+ kan wegstrepen. Het kan ook zo zijn dat je links bijvoorbeeld 4H+ hebt en rechts 2. Nou, dan streep je er 2 weg en dan hou je er aan de linkerkant 2 over en aan de rechterkant hou je geen H+ meer over. Gaan we nog een voorbeeldje doen. Een oplossing van zilvernitraat en een natriumtiersulfaatoplossing. Nou, je kunt hem even stilzetten en hem zelf even proberen natuurlijk. De deeltjes die aanwezig zijn, nou, in een zilvernitraatoplossing, daar is het zilver dus geladen. Ik had net aan het begin het voorbeeld van aluminium, waar niks achter stond, dat heeft geen lading. Dit is een zout en dan heeft zilver een lading van plus, Ag+. Nou, nitraat is NO3-, die water staat omdat het een oplossing is. Natrium
plus, hè, natrium thiosulfaat is ook een oplossing waarin het natrium een lading heeft. En dat thiosulfaat ion, dat is ook wel te vinden in BINAS 66b of Science Data 10.2. De beste oxidator is hier Ag+. Deze kan ik overschrijven. Nou, zeggen soms leerlingen wel eens, ja, waarom kan deze nou niet? NO3- die staat toch boven Ag+. Maar er staat hier H+ voor de pijl. En bij de aanwezige deeltjes staat geen H+. Dus daarom is deze halve reactie, ook al is dat een sterke oxidator, niet mogelijk, want er is geen H+. De reductor, dat is S2O3-2- in BINAS of Science Data gewoon te vinden. Dan zeggen mensen wel eens, hey, wacht even, natrium, dat is toch een hele sterke reductor? Dat klopt, en dan hebben we het over natrium zonder lading. En we hebben hier natrium plus. En dat is juist een hele zwakke oxidator. Nou, natrium plus en kalium plus, die komen allebei heel vaak voor in al die oplossingen. Maar die reageren in water nooit als oxidator, omdat water een sterke oxidator is. En ze kunnen geen reductor zijn. Dus maak niet de fout om te zeggen, Na++ 1- wordt natrium. Dat is een explosie, dan staat er boem bij je antwoord en heb je geen puntjes. Nou, optellen van die twee halve reacties is eenvoudig. Hè? De bovenste moet keer 2 en dan heb ik aan beide kanten evenveel elektronen. Nou, dan hier opgeteld de redoxreactie. Even checken of de lading aan beide kanten hetzelfde is. Het is hier aan beide kanten 2-, dus dat is mooi in orde. Laatste voorbeeldje, dit gaat over een batterij die stroom levert en dan zijn de beide halfreacties gegeven. En dan is de vraag, wat is nou de reactie die plaatsvindt als je de batterij gaat opladen? Nou, het opladen van een batterij is het omgekeerde van wanneer de batterij stroom levert. Dat betekent dat ik twee halfreacties omdraai. Dus wat hier rechts van de pijl staat, zet ik daar links van de pijl en andersom. En als ik beide halfreacties heb omgedraaid, dan kan ik ze bij elkaar optellen. En dan krijg ik deze totale vergelijking waarbij het 1- en het lithium-plus allebei wegvalt. Nou, over de lithiumbatterij, 2019 heeft hij de Nobelprijs gewonnen, heb ik nog een uitgebreide filmpje gemaakt. Beschikken naar hvwo.nl, kun je nog heel veel meer oefeningen vinden. Succes met oefenen en tot de volgende keer!